Alisa met je 16e verjaardag. Toen ik 16 jaar werd, was ik net geslaagd. Begon aan mijn eerste baantje en mocht een vijfje uitgeven. Dat zal er voor jou dit jaar niet in zitten, maar er komen ongetwijfeld betere tijden. Ik wens jou in ieder geval een sprankelend nieuw levensjaar toe en blijf gezond. Dikke kus voor jou en mama van oma Els. Nou, lief. Als ze schrijft wel altijd, als ze denkt wel altijd. Ja, zeker. Alisa sowieso. Ja, 16. Lieve Alisa, van harte gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Helaas niet helemaal het feest waar je op had gehoopt, maar ik hoop dat je ondanks alles toch nog een fijne dag hebt. Een fijne dag hebt. Een dikke knuffel voor jou, Stefan, Edith, Gwen en Lynn. Ah. Ah, lief. Voor kaartjes, hè? Ah. Latisha. Ah, mooi. Happy 16th B-Day. Ik wens je nog vele mooie, gezonde en gelukkige jaren toe. Helaas nu niet uitgebreid jouw verjaardag vieren, maar dat komt vast nog een ander keertje. Wanneer dit hele corona gedoe over is, gaan we een keertje lunchen. Geniet van je dag en laat je lekker verwennen. Love je. Ah. Leuk. Ik heb nog nooit zo'n post op mijn verjaardag gekregen. Ja, maar dat is dus super leuk, toch? Corona, hè? Alisa, gefeliciteerd. Lieve Alisa, gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Ik hoop dat je het later alsnog gaat vieren, zodat ik je een beter cadeau kan geven. Ondanks dat iedereen binnen zit. Maar maak er een leuke dag van met je familie en geniet ervan. Giuliano. Ah, uit Capelle. Mooi vriend van Ojani. Ja, dat is allemaal getypt, man. Dat is niet geschreven tegenwoordig. Kijk, dat is de computer. Ardi. Mag ik heel even eentje? Even vast. Ja, mag even dan. Ja, even kijken. Ja, dan kan je toch die af. Mag ik wat raden? Ja, daarom. Dan, jij mag het raden. Ja, dan wees raden. Dan kan ik het wel zien. Oké, okay, ik hou het dan vast. Nee, voor mij geen bekende heb ik niet. Ik denk Ardi. Ja, maar het is sowieso met 1S, dus het moet wel iemand van... Nee. Ordina. Nee. Nee, want die zou altijd over Creed doen. Ja, die doet altijd over Creed. En die heeft hele andere aanspraak. En ze hebben nu allemaal dit ding gedaan. Het zou Ardi kunnen zijn, inderdaad. Maar... Niet de kaart voor Ardi. Oma Riet. Nee. Oh. Nee. Lieve Alisa, Sweet 16. Van harte gefeliciteerd. Maginka. Wat jammer, ja. Jammer dat jouw feest nu niet door kan gaan. Maar vandaag wordt vast een heel gezellige dag. Veel plezier. Liefs ook voor mama. Marginka, Mark, Finette en Jasper. Ja, zeg, ik herken het handschrift. Maar kom even uitlaat. Zeg. Ik word benen. Grapje. Op toe. Alisa. Zo, wat een mooie grote kaart. We moeten raden, toch? Jullie gaan het toch niet halen. Oermendi. Oermendi? Deze is een vriend, een Mattie van je. Een Mattie? Ja, want van de andere kant is natuurlijk allemaal voor de videoboodschap. Oké. Okay. Lieve Alisa, gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Helaas geen groot feest, maar toch een verjaardag om nooit te vergeten. Ja. Dat feest halen we vast weer extra groot in. Geniet van je dag, we zijn trots op je. Liefs, Tim, Marten en Bo. Ah, leuk. 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 Ja. Familie. Familie. Is niet mijn Mattie. Ja. Ik zat er wel het dichtste bij. Wat zei jij? Ja, je zat er wel het dichtste bij. Lekker over je gezicht. Alisa, van harte gefeliciteerd met je 16e verjaardag. Helaas nu even geen Sweet 16 feest, maar dat gaan we zeker dubbel en dwars inhalen. Kus, Lisette en Tante Til. Lekker! Dus je hebt vast chocolade. Lekker! Tilly, bedankt. Zeg maar even tante Tilly. Bedankt. En Tante Lisette. Heb je van oma ook al een klein cadeautje gehad? Ja. Van mij krijg je ook een klein cadeautje. En je weet dat het echte cadeau, helaas, door alle online, duurt allemaal. Maar dat komt uit Amerika, hè? Maar dat, is het zo. Wat komt er dan uit Amerika? Die
dat hij ja, het doet. Oh, jij weet het nog niet. Oh, nee. Oh, wat een leuke precies kaart. Precies weet ik het niet. Maar wat ik had, besteld? Lieve Sweet 16 Birthday Girl. Van harte gefeliciteerd, lieverd. Een wat ander feestje dan je had gepland. Maar dat komt zeker op een ander moment. Belangrijkste is dat je weer een nieuwe fase ingaat met leuke vooruitzichten. Geniet van dit mooie jaar met al je vrienden en natuurlijk ook je familie. Allerliefst oma en tante Bianca. Tante Bianca. Oh, Biro. Alles jungle benji staal, hè? Oh, die gaat weg. Hé, hey, kijk eens. Wie is dit? Dat is Liano. Ik vond het gewoon zo grappig, die aap. Oh, deze is ook mooi. Ja, heel mooi. Die wilde ik graag. Die paspoorthouder van Victoria's Secret. Is dat een paspoorthouder? Ja. Oh, ja, maar je kan het ook als portemonnee. Ja, ja, maar ja. Echt een cadeau volgende. Nou, ik vind dit al een heel mooi cadeau. Dat duurt dan nog even. Ja, pasjes, beetje geld. Beetje pasjes. Geld. Dan kun je eindelijk je ouders eens een keer mee uit eten nemen. Een paspoortje, ID, dat je kunt zeggen. Ja, ik ben 16. Nee, legaal naar de Bions, dus dan moet ik veel geen ruzie meer maken. Hoera! Dankjewel! Jullie kunnen wel even bij de bank komen. Wij zitten in de achterkant, komen jullie even bij de bank. Staat toe! Doe maar! You have your home. Oh, mooi. Nou, dat is vandaag verjaardag, dus dan mag je nummer 1 al opmaken. Oh, leuk. Nee, lieve jongen. Ik ook wel zo blij. Gefeliciteerd. Zo. Dankjewel. Ik ga niet zoenen. Nee, sorry. Helaas. Ja, sorry, sorry. Maar we hebben wel cadeautjes voor je. Oh, ik dacht, ik rijd gewoon over de school, over de dingen heen. Ja, dank jullie wel. We doen de dunnetjes over, hè, volgend jaar, maar gewoon. We doen Sweet 17, hè? Vind ik. Ja. Vind ik wel zin in een hal. Zodra het kan, dan hebben we het. Zodra het kan, gelijk. Ze had gewoon de badjas aan, hè? Gewoon. Kijk, wat eigenlijk badjas. Ze wilde eigenlijk gewoon met badjas en al. Ach, ik zeg, gaan we voor de deur staan. Badjas. Moet dat soort ook films, hè? Of mijn benen worden moe.